Beste jongelui, fijn dat jullie van deze gelegenheid gebruik maken om met ons deze videoboodschap te delen. We leven in een hele bijzondere tijd. Een tijd die niemand van ons en ook voor jullie ouders, jullie opa's en oma's, ooit heeft meegemaakt. Samenkomen in de kerk kunnen we niet. De catechisaties hadden jullie net achter de rug en die EV-avonden zijn heel abrupt gestopt. De scholen, kijk maar om je heen, ze staan leeg. De kerken, ze staan leeg. Alle straten, ze lijken wel verlaten. En midden in deze tijd willen wij, jullie predikant, en ik als jullie jeugdadeling, graag met jullie in contact komen. Deze tijd doet toch wat met ons? Wat doet het met jou? Waar zijn jouw gedachten mee bezet? Er wordt geschud aan onze rustige levens. Kan jij je vragen kwijt? Vlucht als eerste tot de Heer Jezus. Hij kent jou en weet wat er in de bodem van je hart leeft. Geef je over in zijn doorboorde handen en kijk in zijn vriendelijke ogen. We hopen jullie hier met deze boodschap wat meer in te kunnen delen. Ja, nou jongelui, het welkom is al uitgesproken door ouderling Kranenburg. Voor mij ook een hartelijke groet, ook in deze. Ik mis jullie wel, daar ben ik heel eerlijk in. De beleidsorganisatie gaat nog door, maar ik mis de gezichten in de gemeente. Dat snap je ook als je zelf thuis op de bank zit en de preek zo via de computer tot je komt. Of dat je meeluistert. Ouderling Kranenburg zei het al, het is een bijzondere tijd. En zo bijzondere getallen. Ik heb zomaar even een rekensommetje gemaakt. De geleerden zeggen dat het virus, aan het virus overlijden ongeveer 3,5% van de mensen hier in Nederland gemiddeld. Als je uitgaat in Nederland van zeg maar dat er 8 miljoen mensen ziek worden, dat betekent dat 228.000 mensen. Als je datzelfde percentage bij onze gemeente loslaat, dan betekent dat puur rekenkundig 425 mensen, 3,5% is 15 mensen. Als we kijken naar wie er overlijden, welke leeftijdsgroepen, zijn dat veel ouderen. Maar ook de achterliggende week hebben we gehoord dat er jongeren zijn. Een meisje van 12, zelfs een baby in Amerika. Dus dit is geen griepje, dit is ernst. En in gesprekken met mensen, ook oudere mensen, volwassen mensen, maar ook jongeren, dan proef je, wat gaat er met mij gebeuren? Ik weet niet hoe mijn lichaam zal reageren. Ben ik bereid? Dan komt de vraag heel duidelijk naar voren, hoe sta jij ten opzichte van de Heer Jezus? Moeten we dan allemaal angstig worden? Nee. Want als je om je heen kijkt naar buiten, en dan zie je de natuur tot zijn volle ontplooiing komen. En dan zie je ook dat, als je alleen maar kijkt naar de musjes. Hier in onze voortuin hebben we veel musjes. Dat komt ook omdat daar zo'n string met van die noten hangt. Maar die musjes, die maken zich nergens druk om. Die fluiten 's ochtends vroeg al, als het licht wordt. Dan fluiten ze al, zingen ze al. De pimpelmeisjes zingen, de merels zingen. En waarom? God zorgt voor hen. Nou, dat heeft ouderling Kranenburg al gezegd. God zorgt en ga dan ook tot de Heer Jezus. En met dit virus, dat mogen we toch zeggen, dat hebben we met elkaar gezegd. Dat heb ik in de preekstoel gezegd. En ik geloof ook echt dat dat zo is. Het is de bazuin van God die schalt over deze hele wereld. Vanmiddag zat er in die stoel, in de andere stoel, zat er een meneer uit de gemeente en toen zeiden we tegen elkaar. Het is uniek, dit virus. In die zin dat alles stopt. De economie stopt, de vliegtuigen stoppen, of nog een paar vliegtuigen vliegen. Maar over heel de wereld is dit aan de gang. En dat is ongekend. En daarom moeten wij terug naar de basis. En wat is de basis? Dat is de Heere dienen en liefhebben met ons hele hart. Compleet, met alles wat we doen. En daarom hebben we ook te maken met de roepende God, die al begon in Genesis 3. Adam, waar zijt gij? En nu mag nog steeds elke zondag klinken. Waar ben jij? En dan is ook de vraag voor vanavond, voor jullie, en misschien kijk je het al niet op vanavond of in de morgen, heb jij, de Heer Jezus Christus, meer lief dan al het andere in deze wereld? Dan geef ik het woord weer aan de ouderling Kranenburg.
Ja, daarbij moet ik denken, als ik dit zo terugluister van de dominee, wat hij net heeft gezegd, dat het ook een strijd is om in te gaan. Weet je dat? De strijd, wat we ook zeggen tegen de blijdenskantgezanten, welkom in de strijd. En daarbij moet ik denken aan een uitspraak die een Romeinse keizer ooit heeft gedaan. Hij zei, geen gevecht, geen loon. En daarmee wil ik zeggen, geen gevecht, geen kroon. En geen gevecht, geen hemel. Daarmee zeggen we dan ook dat je je handen moet vouwen. Moet vouwen, maar mag vouwen. Je handen vouwen tot God, tot de levende God. Die jou ziet, die jou kent en die ook jou hoort. Want als ik terugdenk en de Bijbel terugblader en ik ga terug naar Spreuken 8. Waar ik zo heerlijk lees dat de Heer Jezus was spelende voor het aangezicht van zijn vader. Ik denk er eens eventjes een paar seconden is over na. De Heer Jezus was spelende voor het aangezicht van zijn vader in die grote heerlijkheid. En wat heeft de Heer Jezus gedaan? Hij heeft die grote, heerlijke hemel verlaten. Hij heeft zijn kleed afgelegd. En hij is naar de aarde gegaan. En hij is mens geworden. En mag ik het met een vraag stellen, ook voor jou? Ik weet het. Hij heeft zich aangeboden voor heel de wereld. Heel de wereld kan zijn stem horen. En jij, als jij zijn stem hoort, luister je naar zijn stem. Hij spreekt, ook vandaag. Juist nu, in deze lijdenstijd, waarin we zoveel horen over hoe hij zijn leven heeft gegeven voor zondaren. Heb je al gekeken? Die doorboorde handen, die daar gehangen hebben aan het kruis van Golgotha. Hoe hij daar heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heer Jezus, hij is in zo'n grote angst geweest. Zoveel grotere angst dan dat wij nu op dit moment kunnen meemaken. Want de toren van God rustte zo ontzettend zwaar op hem. Daarom, als je je ziel lief hebt. We hebben onszelf toch lief, maar als je je ziel lief hebt. Vlucht dan tot de Heer Jezus en geef je aan hem over. En als je hem kent, wat is er dan toch heel anders? Dan kijk je toch ook heel anders tegen deze tijd aan. Dan weet je dat de toekomst wacht. De toekomst om te zijn in die eeuwige heerlijkheid. Met het Lam van God. Met God de Vader en God de Heilige Geest. En daarom wil ik jullie nog een tekst meegeven ook uit Jeremia. Waar Jeremia het opschrijft. Geef eer de Heer uw God, eer dat hij het duister maakt, en eer dat uw voeten zich stoten aan de schemerende bergen, dat gij naar licht wacht, en hij dat tot een schaduw des doods stellen en tot een donkerheid zetten. Dus wacht niet tot je oud geworden bent, maar zoek Jezus nu, vlucht tot hem. Daarover wil Doma nu ook een gedeelte met ons overdenken. Ja, ik lees een gedeelte uit de Bijbel. En dat moet ook altijd, hè, als we ergens spreken, dan moet het uit het woord komen. En we hebben toen gedacht aan Matteüs 25, waar het gaat over de gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. En dat gaat namelijk over het waakzaam zijn. En ik denk ook, daar heb ik over gehad in de voorbereidingen, dat we in deze tijd, dat wij als kerk hebben zitten slapen. Wij zijn niet waakzaam geweest. En daarom hoeven we niet te kijken naar China. Hoe slecht de mensen in China zijn. En hoe slecht de regering is. We hoeven ook niet te kijken naar ons land. Wat steeds verder lijkt af te glijden naar het heidendom. En waar de islam opkomt en dergelijke. Nee. Wij moeten kijken naar de kerk. Wij moeten kijken naar onze gemeente. Ja, wij moeten bij onszelf beginnen. En daarom lees ik uit Matteüs 25. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, dus dat betekent dat het nog wat langer duurde, werden zij alle sluimerig, en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En het waar zei tot de wijze, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.
De wijze antwoordde, zeggende, geenszins, omdat het misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordde, zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, noch de uren, in de welke de Zoon des mensen komen zal. Nou, we hebben net al wat gezegd over de gelijkenis. We hebben hem gelezen. En ik hoop ook dat je begrijpt wat de boodschap is. En met name over vers 13, zo waakt dan. En dan waken, dat doen soldaten. Soldaten zijn, als het goed is, waakzaam. Het leger is paraat. Dat zien we ook nu in deze tijd van corona, dat het leger wordt ingezet. Die kunnen in korte tijd heel veel regelen. Ons land wordt bewaakt. Er staan, elke dag staan er minimaal 2 F-16's klaar. Die hebben een draaiende generator waar ze aan staan, zodat die continu, als er een alarm is, dan kunnen zij gelijk de lucht in. En zo is het ook met ons leger, met de infanterie. Als er een groot conflict uitbreekt, dan hebben wij al heel snel een leger op de been. Dus, ook in deze maatschappij zijn wij waakzaam. En wat is nou het erge aan deze gelijkenis? Is dat een gedeelte van de kerk in slaap is gevallen. Een gedeelte? Volgens mij alle 10. Dat is het onderscheid ook. Hè? Dat ze dus alle 10 in slaap zijn gevallen. Dat moest ik over nadenken. Ik denk van, het zijn niet alleen die 5 wijzen. Het zijn ook die 5 dwaze maagden die in slaap zijn gevallen. Maar er is wel een verschil. Die 5 wijzen die hadden extra olie met zich meegenomen. En wat is nou het symbool van die olie? Het symbool van de olie, dat is de Heilige Geest. En dat, als we dat lezen in Lucas 11, hè, dat we mogen bidden om de Heilige Geest. En als je de Heilige Geest hebt, dan ben je geborgen. Want de Heilige Geest zorgt ervoor dat we geloven in de Heer Jezus Christus. En dan moeten we nog waakzaam zijn. Dan moeten we kijken naar die wijze maagden, naar die dwaze maagden. Dan hoeven we ook niet te gaan wijzen met onze vingers. Hè? Zo van, nou, die 5 dwaze en dwaze maagden. Nee, nee. Het gebeurt daar met alle 10. En wij zijn slap geworden. Ook in de kerk. Hoeveel keren hebben we het evangelie al gehoord? We hebben het zondag gezegd. Van de wijngaardenier, van de olijfboom, zonder vruchten. Hoe vaak hebben we in de kerk gezeten? Hoe vaak hebben we al een meditatie gehoord dat onze gedachten afdwaalden? Dat we misschien wel echt in slaap zijn gevallen, dat we niet hebben opgelet. Ook zijn wij als christenen in deze tijd, en met goed in deze tijd, en met goed in deze wereld. Kijken naar de reformatorische christenen, maar ook naar onszelf. Calvijn is daar heel duidelijk in. Calvijn noemt de slaap, want wat hier gebeurt, dat is de dood. En de bruidegom komt. We weten niet wanneer de Heer Jezus komt. Dat hij komt is zeker. Het is al 2000 jaar eindtijd, hè? Zoals we ook zeiden in de voorbereiding. Dat is niet alleen maar iets van deze tijd. Tegelijkertijd, dat heb ik gezegd pas in de preek, hè? Dat zijn de, zien we wel net als bij een vrouw die op punt staat om een kind ter wereld te brengen, hè? Dat die barensspeeën zich steeds snel opvolgen. Nou, dat zien we ook. In de laatste 150 jaar. En dan komt die bruidegom. En dan zijn die wijze maagden die zijn binnen. Tot die tijd stond de deur van die bruiloftzaal. Die stond wagenwijd open. En als de bruidegom binnenkomt, gaat die deur dicht. En dan komen die dwaze maagden die nog naar de verkopers gingen. Ja, die waren te laat. Als er Jezus wederkomt, dan is het te laat. Dan zal er niemand meer toegedaan worden. En dan kloppen ze op de deur. En dan zegt de Heere, 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 doe ons open, zeggen ze tegen de, als de deur kloppen. En dan klinkt daar het antwoord van de bruidegom, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Dat is het ergste wat ons kan overkomen als mens. Als de Heer Jezus dat zegt, ik ken u niet. Dat is ook de vraag ook voor ons, hè, die we ook in deze tijd onszelf oproepen. Ik had het daar nog over met iemand anders. En dan denk ik, ja, als ik nou, als het mij nou overkomt, hè. Als ik nou aan zo'n beademingsmachine moet. En dan? Ja. En dan komt het heel dichtbij. Dat is ook de realiteit. En dat is ook de zegen van deze gelijkenis. Want het is nog steeds zo dat de deur vanavond wagenwijd open staat. En dat is niet alleen voor oude mensen, maar voor jonge mensen. Voor ons allen.
En dat is genade. Daarom is ook de roep van het evangelie, die komt tot ons allemaal. En die belofte van het evangelie komt ook tot ons allemaal. En daarom mogen wij ook pleiten op de belofte, namelijk ook deze dag, dat de deur open staat en dat we tot hem mogen komen. Met al onze zonden, met onze angst, met onze lauwheid, onze slaperigheid, onze slapheid, maar dat we dan een voornemen maken, wij zullen de Heer dienen. Wij zullen die strijd aangaan, ook wat de keizer deed, dat die Romeinse keizer, dan gaan we strijden, gaan we de zonde, en dan kunnen we ons niet bekeerd, nee. Maar dat betekent wel dat we de Heer mogen zoeken. En dan is het lijdenstrijd. En als we dan kijken, en misschien zie je deze video wel later, dan maakt het allemaal niks uit. Maar het gaat erom dat als je de Heer zoekt, dan zul je hem vinden. Want dat zegt het woord. En daar houden we ons aan vast. Want dat woord is zeker. Dat woord is geïnspireerd door de Heilige Geest. Het is Gods eigen woord. En dan mogen we onze vinger ook bij die tekst leggen. En dan mogen we uitzien ook naar hem. Petrus zei tot Heer Jezus: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Zoek de Heer Jezus, want hij is te vinden. En dat kost niets. Die olie is gratis te verkrijgen. Uit genade. Gratis. Sola gratia. Sola fide. Sola Christus. Christus is de bruidegom. Ik denk dat we een beetje af gaan ronden met onze woorden die wij voor jullie hebben. En er is al veel gezegd. Heel veel, maar toch nog wel een paar sluitwoorden, denk ik. Ja, ik denk het ook, ja, dat goed is dat we dat doen. Ja. Want wat is nou een christen? Een christen die ziet toch uit naar een dag. Nou, we hebben het net gehad over de dag van de bruidegom of van de bruid. Daar zien we naar uit. Jullie zijn jong en ik hoop dat jullie ook een levensgezelle zullen ontmoeten, waar jullie mee zullen trouwen en waar het jullie het leven mee mogen delen. Maar als christen zie je ook uit naar een dag. Dat is de kroningsdag. En dat is de trouwdag van een christen. Dan mag je rusten van je zonde. Dan word je bevrijd van alle verleidingen, van alle beproevingen. Dan gaat met de dood alles mee het graf in. Het graf in waar ook de Heer Jezus in heeft gelegen. Maar waar hij ook is uit opgestaan. Hij leeft. Ook dat mogen we straks met Pasen herdenken en gedenken. En dan vraag ik het jou ook. Gaat de jubel ook in jouw hart leven? Dat je mee jubelt met de apostelen. Ja, hij leeft. En ik zie ook uit naar hem. Om eeuwig met God te zijn. Om eeuwig hem groot te maken. In zijn koninkrijk. En dat is ook de wens van jullie predikanten en van mij. Dat we straks eeuwig samen mogen jubelen. Tot eer en glorie van hem. En dan wil ik jullie vragen. Doe dan ook in deze tijd je mond open. Houd hem niet. En spreek vrijmoedig over die grote God. Die ook spreekt op dit moment met zijn oordeel. Want God is rechtvaardig. Maar hij is ook barmhartig. En ziet dan maar op het kruis van Golgotha. Daar gaf hij zijn zoon. Zijn lieve zoon. En hij gaf zijn leven ook voor jou. Dat mogen we zeggen. Hè? En vlucht dan tot hem. En ik wil aan jullie nog een lied. Twee coupletten uit het lied meegeven van McChane. Waarin hij als eerste zingt. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en voelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziel doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dan het laatste vers. En ik hoop dat de jubel ook van jouw hart is. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed hierboven, naar het paardenhuis, boven in de hemel. Mijn Jezus geleidt mij door deze aardse woestijn, want de aarde is een woestijn, we zien het. Het is droog en door ziekte en honger. Maar dan als laatste mag je jubelen. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. En dat mogen wij doen, hè, met de woorden van McChane, maar ook de woorden van de Heer zelf. En dan zijn we rijk. Ja. Dan kun je arm zijn op deze aarde. En dan ben je rijk in Christus. En dat is geen treurnis, hè? De Heer dienen, dat is geen treurnis. Dat is geen droevige zaak. Er zijn wel droevige tijden. Maar het is ook, zeker ook bij Paas, hè, als je dan daarover nadenkt. Dan, dat al heel vroeg in de morgen, dat ze dan gaan ze op zoek naar de Heer Jezus. En dat dan als eerste de woorden van de Heer Jezus zijn naar zijn opstanding.
Wat weent gij? Ja. Waarom huil je? Ja. En tegen Maria. Ja. En dan denk ik van ja, hè, waarom zullen wij huilen? Niks om te huilen. Wij hebben een blijde boodschap voor een wereld in de donkerheid. En die hoeven we niet voor onszelf te houden. Die mogen we niet voor onszelf houden. Maar die mogen als het ware van de daken aan schreeuwen. Net zoals de merels op het dak mogen we de Heer groot maken voor alles wat hij geeft. Zingen tot glorie van hem. Ja, ja, absoluut. Ja. Nou, zullen we een laatste woord toevoegen aan de jongelui? Ja. We wensen jullie van harte God zegen toe in alles. En als we de tijd en de gelegenheid vinden, zullen we vast nog een keer een boodschap voor jullie bereiden. Hoop je zeker te doen. We wensen jullie het allerbeste.